Enorm veel kleuren heb ik hier klaarstaan vandaag van inkt en wateroplosbare krijtjes. En daar gaan we helemaal zen misschien mee worden of ga jij een upliftend gevoel krijgen. In ieder geval wil ik je vandaag een hele leuke techniek gaan leren waar je weer allerhande materialen bij kunt gaan gebruiken. Je kunt je creativiteit helemaal de vrije loop. Maar de insteek is van voeten op de grond, even uitblazen en tot rust komen. En leuk dat je aan het kijken bent natuurlijk. Ik zet alles aan de kant en laat je zien wat je met acrylinkt onder andere kunt gaan doen. Ik werk enorm graag met acrylinkt omdat het zulke mooie heldere kleuren geeft. Kleuren, ik houd daarvan. Logisch natuurlijk, anders houd je niet van schilderen als je niet van kleuren houdt. Goed, ik heb hier een blad opgeplakt. Het is aquarelpapier. En wat gaan we doen? Wat gaan we eigenlijk doen? Ah ja, wat gaan we doen? Ik laat het even zien, hè. Even kijken hier. Kijk. Dit is met inkt gemaakt. Een leuke zonnebloem. Nou, we gaan niet precies een zonnebloem maken vandaag, maar ik vond het wel leuk om jou even te laten zien. Wat gaan we doen? We gaan mooie cirkels maken in allerhande kleuren. Nou, kijk maar eens mee, omdat ik ook zeg van kleuren zijn gewoon zo fijn om te combineren. En de vorige video's gingen over patronen doorbreken. En als je daar heel lang mee bezig gaat, kan dat soms ook wel eens vervelend worden natuurlijk. Nou, even kijken. Wat gaan we doen? We maken eerst. Ik heb gewoon een zachte acrylverf penselen. Zorg wel dat die goed schoon zijn. Wat gaan we doen? We gaan hier zo water op doen. En dat kan je dan zo lekker voelend doen al. Zo heel zachtjes over dat papier. En dan pak je een mooie kleur dus. Welke kleur gaan we pakken? Acrylinkt moet je altijd goed schudden. Die pigmenten die zitten helemaal naar onderen. Dus schud je dat even goed. En dan laat je zo'n druppel daarop vallen. 3 druppels. 3 druppels inmiddels. Wat natte penseel. En dan kan je zo lekker zacht, rustig uit gaan wrijven. En met een ander kleurtje erop. En dan genieten van dat dat zo uitvloeit. Dat vind ik altijd geweldig. Een belletje op. De maand april zit er bijna op. Dus elke dag live zit er ook bijna op. En ik ben natuurlijk benieuwd hoe jij dat vond dat ik iedere dag live ging. En heb je nog vragen, stel ze dan. Want op vrijdag ga ik in ieder geval de vraag van de week doen. Er zijn al een aantal hele leuke vragen. Maar ja, er zitten heel veel vrijdagen in een jaar. Dus ik heb nog wel wat meer vragen nodig. Dus je kan dat zo lekker rustig doen allemaal. Met een stokje die kleur verplaatsen. Goedemorgen Annelies. Leuk dat je zo enthousiast weer erbij bent.
En ja, had ook een vraag gesteld van de week. En die ga ik op een van de vrijdagen doen. Je had het over het vasthouden van je penseel. Dus daar ga ik sowieso uitleg nog een keer over doen. Dan weet je dat dat eraan zit te komen. En goed, ik ga hem nog een beetje nat maken. En weet je wat ik eerst doe? Ik pak een beetje ethanol. Met een pipetje hier eruit. En eens kijken of het iets doet. Kijk. Dat geeft leuke structuren. Ik hoop dat je het kunt zien. Ik doe dadelijk nog een keer. Doe een beetje beweging in die inkt. Kleurrijk. Vandaag mag het kleurrijk zijn, kennelijk. Even kijken. Nog een beetje water erbij. Zo leuk om te spelen en gewoon te kijken wat er gebeurt. Zo lekker rustig. Niks te moeten. Gewoon ontdekken. En dat allemaal gewoon in een rustig tempo. Eventueel een rustig muziekje aan. Acrylverf en acrylinkt, de grootste verschil is de vloeibaarheid. Hè? Het is gewoon een vloeibaar product. Heel vloeibaar. Het is ook watervast als het eenmaal is opgedroogd, net als acrylverf, Annelies. En vandaar ben ik lekker dus aan het spelen. Want de afgelopen video's die waren wat serieuzer. Met het transformeren van patronen. En nu is het echt weer tijd om te spelen. Je vrij te voelen. Te serieus. En als we wit gaan toepassen, gaan we eens kijken. Eerst een beetje wit erop doen. Zo. Dit is wel water oplosbaar, dat is niet zo handig misschien. En oliepastelwit is niet water oplosbaar. En dan gaan we nog eens hetzelfde doen. Even kijken, water pakken. Oei, dat is een velle kwast. Water pakken, zo. Water. En die inkt. Waar dat krijt zit,
Daar pakt die inkt niet. Dat is het leuke eraan. Je kunt die inkt gewoon lekker zo daar opnemen en er verder mee schilderen zoals je ziet. En je hebt er maar enorm weinig van nodig. Echt heel weinig altijd. Het is zo hoog gepigmenteerd. En ik gebruik normaal gesproken de inkt van Amsterdam. Of die van Roni Daler, Daler Roni. Deze. Of dus die van Amsterdam. Zo. En het zengevoel als je zo lekker rustig bezig bent. Om te kijken gewoon wat er ontstaat. Niet te opjagen. We jagen al zoveel in ons leven. Tenminste, de meeste mensen. Mooie kleuren, fijn. Eens even kijken. Deze nog erin. Zo zie je, je kan het er lekker overheen tekenen met die pipet. Laat het maar lekker gebeuren. Lekker ontdekken. Hier, naar een resultaat toe werken. Dit is een vreselijk vies potje kennelijk. Ik zit direct helemaal onder. Ergens gaat er iets niet goed. Je kan daar ook heel mooi aquarelachtig mee werken. Dat zal ik hier een beetje doen. Want dit zijn allemaal zo heel felle kleuren natuurlijk. Maar hou je nu meer van zachte kleuren, dat gaat echt met acrylinkt ook. Dus, meer zo van dat waterachtige hout. Zie je hoe mooi?
met één kleur. Ik vind het prachtig. Ik vind het zo mooi, hè? Kijk. Ik vind het prachtig zo, die blauwe kleuren die in elkaar overlopen dan. Dus dat krijg je als je heel veel water gebruikt. Dat is dus ethanol. Ik heb dat gekocht gewoon bij de Hubo. Dat is om bepaalde kachels aan te doen. Maar je kan dat ook met 90% alcohol bijvoorbeeld doen. Of spiritus denk ik dat dat ook kan. Maar dat ruikt allemaal zo sterk. Dit ruikt, ja, ruikt ook, maar niet zo sterk kennelijk. Zo. Wat gaan we daarbij doen nog? Groen. Lekker met water er langs gaan. Heel rustig die inkt meenemen. Ik doe het hier nog niet zo heel erg rustig. Ik doe het al wel rustig, maar het kan nog rustiger natuurlijk. Een beetje oranje inkt meegenomen kennelijk. Nou, dat maakt allemaal niet uit. En dan zo die transparante kleuren over elkaar heen ga je prachtige effecten mee krijgen. En ik kan er dus ook die krijtjes aan toe gaan voegen. Die wateroplosbare krijtjes. Altijd leuk om ook dingen op te leggen voor bepaalde structuren. Nou, vergeet vooral niet, het belangrijkste,
om veel water daarbij te gebruiken, rustig te werken, te genieten van wat er zo spontaan ook kan ontstaan. Zo. En dat even van dichtbij laten zien hoor. Allemaal mooie kleuren in ieder geval. En dat kan je lekker op laten drogen. En dan kan je daar nog verder mee. Oh, weet je wat ik nog niet gedaan heb? Wit. En dan even wit erbij doen. Even kijken. Dat is het eerste werk. En dan gaan we nog heel eventjes verder met een ander werk. Wat ik je net ook al heb laten zien. Die zonnebloem. Hi Karin. Zonnebloem. Die is met acrylinkt ook gemaakt. En dan is het leuk. Als je daar eventueel nog meer diepte in wil krijgen. Dat je daar nog een laagje op zet. Met nog een keer die acrylinkt, maar dan in donkere tinten. Maar wat ik vandaag eens wou kijken, als we nou eens met die krijtjes eroverheen gaan, wat dat voor effect geeft. Dat kan je dan zo heel rustig uit gaan wrijven. En dan ga je een mooi effect krijgen. Tenminste, ik vind dat leuk. Met twee verschillende materialen altijd iets opzetten of meerdere. Kan daar natuurlijk ook met andere dingen nog overheen gaan.
Ja, loop naar meer diepte. Goed gezien. Dus van licht naar donker werken. Ja. Daar heeft trouwens ook iemand een vraag over gesteld. Daar ga ik nog eens een keer een video over maken. Over je diepte maken in je werk. Maar morgen hebben we een andere vraag. Morgen gaan we een heel speciale uitzending doen natuurlijk. Op vrijdag de eerste keer de vraag van de week. Zo. En dan wat ook altijd heel erg leuk is om daar nog met gelpennen op te werken. Even kijken. Kun je natuurlijk wel moeilijker zien, maar ik zet hier een lijntje neer. Dus dan kan je daar een beetje mooi afwerken. En al die leuke lijntjes trekken nog. Maar dan kan je altijd op het beeld veel moeilijker zien natuurlijk. Maar zo die fijne lijntjes erbij zetten, zo fijne lijntjes trekken, dat geeft wel een mooi effect. In verschillende kleuren dan het liefst. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden, het afwerken van deze zonnebloem. Dat je weet dat je de materialen goed bij elkaar kunt gaan gebruiken. En natuurlijk dit kleurrijke werkstuk waar je lekker je helemaal zelf in kunt verliezen. Met allerhande kleuren en vormen, technieken bij elkaar. Leuk dat je gekeken hebt. Vergeet natuurlijk niet een like onder deze video te zetten. Of als je op YouTube zit, ook te abonneren op het kanaal. Wil je nog meer van deze inspirerende video's krijgen? En bedankt voor het kijken en tot een volgende video. Dag!